PPA-dag staat voor de productie- en procesautomatiseringsdag. Vandaag richten we ons met name op MES. Daar hebben we de focus op, de Manufacturing Execution Systems. We hebben vandaag een presentatie gegeven samen met de NS over een nieuwbouwproject, een nieuwe hal voor een revisieproces van wielstellen. En wat we eigenlijk doen in Haarlem is dan in die nieuwe fabriek is zorgen dat de treinen wielen beschikbaar zijn voor de treinen die in Nederland rijden. Kritisch dat proces goed verloopt. Dus een van de belangrijkste dingen is dat het systeem dat we gingen aanschaffen goed het proces kon aansturen. Vanuit ICT ben ik daarbij betrokken geraakt voor het ontwerp en de implementatie van het MES-systeem. Dus eigenlijk de aansturing van de werkvloer en het revisieproces. De MES-implementaties die doen wij voornamelijk op basis van ISA 88 en ISA 95, een aantal standaarden. En we koppelen eigenlijk altijd, proberen terug te koppelen op die standaard om houvast te hebben van hoe zetten we nu zo'n systeem op. Een takt, dat is eigenlijk één handeling die je uitvoert. En wanneer die uitgevoerd kan worden, dan sturen we een instructieset naar een mobile device. En we sturen de machine aan om de handelingen te doen. De instructie op het mobile device, dat is leuk, ook dat hebben we binnen ICT ontwikkeld. Parallel aan de MES-implementatie hebben we vanuit Orange Next ons Mobile Next platform gebruikt voor de implementatie van de operator. Dus de operator meldt zich aan bij de machine, er vindt een match plaats en hij mag de machine bedienen. Na elke bewerking kan hij de bewerking vrijgeven en gaat hij naar een volgende opdracht. En zo hebben we een gave IT-OT integratie. Over het algemeen was de samenwerking heel goed. Je merkt gewoon dat ze heel veel kennis hebben van industriële automatisering en van de Aspetech software die onder de MES-implementatie zit. Dus dat betreft is, ik zou zeggen, zonder ICT hadden we deze manier niet kunnen redden. Een goede samenwerking die tot een goed resultaat heeft geleid.